Mijn naam is Sander Dekker, ik ben kunstfotograaf. En welkom in mijn huis. Ik woon hier nu zo'n 5 jaar met de collectie, zoals je ziet, die ik heb opgebouwd. Met werken van de kunstenaars die ik heb vertegenwoordigd en mijn eigen werk. Het huis zelf is vrij saai, maar door de hoogte en het licht geeft het wel veel karakter. Het leent zich gewoon om aangekleed te worden. Ik heb 3 jaar een galerie gehad. Ik heb heel veel kunstenaars vertegenwoordigd. En heel veel van hun werk heb ik dan ook hier hangen. En dit is een werk wat ik bijvoorbeeld geruild heb met een grote fotografie-show. Dit is een Rotterdamse kunstenaar, Silas. Zijn techniek is echt waanzinnig. Deze foto heb ik in Berlijn gemaakt. Niet echt een heel sexy foto, maar het is wel weer iets met humor. En dat is altijd wel iets wat terugkomt in mijn werken. Dit is Mark van Dalen, een Duitse fotograaf. Daar heb ik een keer een fotografie-show mee gedaan waar hij onderdeel van uitmaakte. Dit is het laatste boek. Het concept is dus ook dat ik ga dan naar steden waar ik nog nooit ben geweest. Mensen zoek via social media en vanaf het moment dat ze de deur open doen, ga ik 1,5 uur met ze shooten. En wie ze zijn, dat is ook voor mij om te ontdekken. Ik hou wel van kitsch en wants maken op een bepaald niveau. Het is echt een mix met spullen die ik op de markt vind. Spullen die ik ergens heb gekocht terwijl ik op reis was. Maar niet per se mooie spullen. Ook weer zo'n souvenir. Ook de wc ontkomt er niet aan een speciale touch. Waarin je dus regelmatig hoort mensen die voor het eerst thuiskomen. Sander! Vanuit de wc. Als ik thuis ben, dan ben ik eigenlijk wel vaak in mijn slaapkamer. En daarbij hangt er ook veel van de werken die ik heb geruild en aan heb gekocht. Ik heb veel van mijn werk heb ik hier ook hangen. Dit is bijvoorbeeld een werk die ik heb geschoten in Italië. Het was heel acrobatisch. Zij begon gewoon met rennen en ik rende er achteraan met mijn foto. Dit is een werk van Jurgen Teller met Kate Moss, Erwin Olaf. En dit werk is van mijn tante. Mijn familie is ooit allemaal naar Muiden gekomen om dus bij de Hoogovens te werken. Dat is een beetje familiegeschiedenis. Dit is een werk van Renhan. Hij lag altijd onder vuur door Chinese censuur. Dit is een beeld die ik enige tijd geleden heb gemaakt bij Dennis Diem, fashion designer en vriend van me. Een werk die ik heb geschoten in New Jersey. Ik heb ook een kist met allemaal limiteds, boeken, gesigneerde platen. Hierin heb ik ook het boek van Renhang, die kwam bij het werk. Het enige wat hij deed is met heel minimale middelen zijn vrienden fotograferen. En ondanks die simpelheid heeft hij echt iconische beelden daarin gemaakt. Van mijn goede vriend Jule, die er een sport van maakt om mij mooie cadeaus te geven, heeft zij dit in China laten maken. Want ik ben met een snor en een sombrero. Totaal niet narcistisch. En buiten films en documentaires die ik kijk op de Beamer, is het ook een directe livestream naar de wc-camera die ik heb hangen.